Goedemiddag, dag allemaal. Dag dames en heren thuis. Blij dat u terugkijkt naar een half uurtje ontspanning. Hier zijn de kandidaten. De school ruilt hij vandaag even voor het rad. Bart, zij heet Hannelore, maar iedereen zegt Lore. En ook zij is er klaar voor. Klaartje. Van A1, van A2, van A3, daar is Valérie. En naast mij staat Bart uit Aalst. Bart is student. Waar studeer je precies, Bart? In Aalst. En Oost, in Nijuang. Ja. Zijn dat allemaal Aalstenaren, kinderen op... zijn dat de medestudenten van jouw kinderen? Nee, toch niet, nee. Geen vriendin? Nee. Nog niet? Wel veel vriendinnen, maar gehad? Geen vaste. Ah ja, nog geen vaste, ja. En de vrije tijd, Bart? Gaan klimmen, zwemmen. Klimmen? En handbal. Klimmen, waar doe je dat? In de sporthal. Mm-hmm. Maar nog niet, geen bergbeklimmen of zo, zou je dat willen? Volgende week gaan we wel gaan klimmen in de Ardennen met mijn kameraad. Ja? Heb je daar geen schrik van om beneden te tuimelen? Nee. Je zit goed beveiligd. Dus. Ja, maar we hebben toch deze zomer toch vaak gehoord van hoeveel zijn er omgekomen in de Alpen en zo. Ja, ik denk meer dan 100 of zo. Ja. Dus je hebt geen schrik ervan? Nee. En de rest was de handbal, doe je ook nog in competitieverband? Ja. Ja, waar? In Aalst, op de Rozendrief. De Rozendreef. Ja. Allee, dan zullen we eens moeten gaan kijken. Bart, veel succes vanmiddag. Hè? Dank u. We hebben ook Hannelore uitgenodigd uit de Kortrijk. Wat is jouw job, Hannelore? Ik werk in een bedrijf waar luxe verpakkingen worden gemaakt in plastic en PVC. Aha. Ik sta daarin voor productie en controle. Mooi. En je bent gehuurd? Nee, samenwonend. Samenwonend? Misschien later huren of zo? Jazeker. Ja. Je spaart varkentjes, hè? Ja. Ja, hier staat er alleen. Ja. Hier staat jullie met een staart. Hoeveel heb je er zo? Om en bij de 100. 100, ja. Ze staan allemaal in het toilet. Allemaal in het toilet? Ja. Waarom in het toilet? Omdat ik dat niet overal rond wil zetten, dus hou ik dat daar. Ja. Tegenwoordig hebben we nu ook veel, die dagen nu met Sinterklaas, veel in Marsepein natuurlijk ook. Ja. Spaar je die ook? Nee, toch niet. Ja, die blijven niet lang bewaren. Nee. Heb je nog andere hobby's? Twee keer in de week doe ik aan aerobics. Mm-hmm. En winkelen. Veel winkelen. Winkelen, ja. Ja. Dat is een dure hobby, hè? Ja. Maar hier mag je ook winkelen als je op de goede bedragen komt te staan. Dan veel succes vanmiddag. En we hebben ook Klaartje uitgenodigd uit Geetbeds. Klaartje, jij bent studeert ook nog? Ja, in Diest. In Diest. Ja. Wat studeer je? Wetenschap en wiskunde. 8 uur. Hey. Vind je dat leuk? Ja. Ja? Meen je dat? Ja. Echt. Hoeveel uren wiskunde heb je? 8 uur. 8 uur? Ja. En wat wil je ermee bereiken? Allee, bedoel, wat wil je later gaan doen? Misschien het onderwijs in. Dan ja, wiskunde ofwel. Als dat echt niet moest lukken voor geneeskunde. Mens. Ja. En geneeskunde wel, dat is... Ja. Ja. En in de vrije tijd speel je piano? Ja, al 9 jaar. Ja? Ja. Wil je niet in de muziek gaan? Nee. Nee, waarom niet? In de showbusiness zo? Nee, het is... Of een vrouwelijke Klaartje Klederman of zo, nee? Nee. Toch nee. Niet? Gewoon. Gewoon als hobby? Ja. Prima. Ja. Heb je al een vriend? Nee. Nee, ook niet. Misschien na deze uitzending. Ja. Wie weet. Veel succes. Ja, dank je. Goed. Er zijn helemaal vrienden al in de zaal, blijkbaar. We hebben een eerste puzzel klaargelegd. 27 bordjes. We zoeken een krantenkop. Klaartje, jij mag draaien. Een krantenkop zoeken we. 25.000 is het hoogste bedrag. Je speelt voor 6.000. De R van Rita. Rita. Dat is een goed begin, Klaartje. 3 maal. Wat ga je doen? Je hebt 18.000. Nog eens draaien. Eens kijken. 5.000. De T van Tom. De T? Nee, geen T. Hannelore. Hannelore, eens kijken wat je uit te stoppen. Bankroet. Bart, het is bankroet, hè, Hannelore. Daar kan Bart gebruik van maken. Eens kijken wat jij uit het rad haalt, Bart. Stoppen. Ja, 2000. De D van David. De D. Nee. Klaartje. Kan klinker komen? Ja, dat is goed, klaar. Ja, de E. De E. 1, 2, 3, 4, 5. En 6. Ik ga nog een klinker kopen, de O.
de O. Goed gespeeld, ja, ja. Welke krantenkop zoeken we? 8000. De V van... Victor. Victor. Zeg maar eens. Ja, tweemaal. Mm. 24.000 heb je al. Dat is al een mooi bedrag, hè? 5.000. De N van Nico. Ja, ja. 1, 2, 3, 4 maal 20.000 erbij. Je hebt al 44.000. En we zoeken verder. 2.000. De S van Sylvie. De S. Goed, 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 goed. Kijk, daar zijn 4 maal ook. Jammer dat het maar 2.000 was. Heb je alleen een gt-klaartje? Hier en daar, misschien een woordje, 9.000. De K van Kilo. De K? Nee, dat is geen K, je ziet het niet, hè? Hannelore. Hannelore, eens kijken wat je uit het rad haalt. 9.000. De B van Bart. De B? Nee, Bart. Hannelore, je moet je varken vasthouden, hè? Anders gaat het niet helpen, hè? Bart, voor 10.000. De H van Hector. Nee, geen H. Klaartje. Maar tracht hier en daar eens iets in te vullen. Je kan dan nog woorden vormen, hoor, als je goed kijkt. Stoppen op de joker misschien dan. Ja, Klaartje, goed. 8.000. De M van Mieke. Ja, natuurlijk. Hè. Ja. Klaartje, voorlopig kan jou nu niks gebeuren, hè? Met die joker. En laten we hopen dat je op een mooi bedrag komt nu. Ja, 10.000, goed. De G van Greet. Goed, 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 ja. Heb je alleen een idee, Klaartje? Denk eens goed, lees het alles, want er staat enkele keren na elkaar. Komt nog één, nog één. Ja, 6.000. De L van Lima. Ja. Goed kijken wat er staat. Er staat al veel, hoor. Voor 3.000. De P van... Nee, je ziet het niet. Maar je hebt... Wat ga je doen anders? De joker. Ja, de joker. Komt nog een, ja, klinker. Ja. De I. Net niet, net niet, net niet. Hannelore. Zie je het, Hannelore? Nee. Zie je het ook niet, nee? Ja, ik weet het natuurlijk. Hè. Voor mij is het een stuk makkelijker. 10.000. De F van... Nee, nee, nee. Bart. Zie jij het, Bart? Ook niet, nee. Dat is, ja, ja, straks zal je zeggen... Ah, ja, zal hij zeggen. Hé, hey, bankroet. Hey, Klaartje. Wat ga je doen? Je hebt 71.000. Ik koop nog een klinker. De... A. Maar leuk. Hannelore. Heb je klamme handen, Hannelore, hè? Dat er dat verdween uit je handen. 7.000. De W van Walter. Nee, hè, we geraken er niet. Het is nogthans makkelijk, als je het weet. Bart, denk eens goed na. 10.000, Bart. Die E van Jan. Nee, Klaartje. Wat ga je doen? Je hebt 66.000. Kan ik... Zie je wat we zoeken? Ah, je ziet het. Oh, dat is goed. Voor 3.000. De C van... Ja, ja. Gaat zeggen? Ke.
cursussen voor verlegen mensen. Ja. Er worden namelijk binnenkort in Vlaanderen in 6 Vlaamse steden cursussen georganiseerd voor verlegen mensen. Want naar schijnt heeft een Amerikaans onderzoek uitgewezen dat 20% van de bevolking echt verlegen is, zodat ze niet meer kunnen functioneren. Dus we gaan nu prijzen kiezen met Klaartje. 69.000. Voor 25.900 de lederen relax. Voor 11.300 de zetel. Voor 10.000 de tafel. Voor 6.800 de broodmachine. Voor 7.900 de badlinnen. Nog 7.100. Voor 5.000 het etentje. Ja, nog 2.100 heb je. Voor 1500 het cosmetica pakket. Goed zo. En de rest gaat naar de volgende ronde natuurlijk. Mark, laat ons de prijzen zien. Ik durf niet goed, Bart. Maar allee, over 100 jaar er nog steeds even jong uitzien, dat kan, ja ja, met het cosmetica pakket van Ristra. U wordt met lege maag en goed humeur verwacht voor een gezellig Grieks etentje voor 4 personen in Hasselt. U wordt nog bakkerklaartje, want met de automatische broodmachine bakt iedereen geurig vers brood in een mum van tijd. Met het zacht badlinnen van Belgische topkwaliteit kan u lekker genieten van de lange winteravonden. Klaartje koos voor een hoge eiken tafel. De meubelzaak uit Belzele weet de mooie tafels wel te vinden. De zetel met zitkussen op stoelhoogte werd voor u gevonden bij de meubelzaak uit Belzele. En ook al uit Belzele komt deze mooie lederen relaxzetel. De prijs is raak dankzij de meubelzaak. Jawel, VTM Tekst pagina 171 staat proppensvol prijzeninfo. Klaartje. Ja, dat was een beetje een moeizame eerste ronde. Hè. Vlug naar de tweede ronde, een nieuwe puzzel, 19 bordjes en we gaan op zoek naar een titel. Dat is de opgave en Hannelore, jij mag beginnen. 50.000 op het rad, een surprise op het rad en het varkentje. Je moet het in de handen houden, Hannelore. Ja, zo helpt het. Helaas, zie je dat het helpt? 50.000. De M. Voor de N van Nico. De N van Nico. 1, 2, 3. En 4, dat is 200.000. Ho, ho, ho. Ik ga een kleinker kopen, de E. Je moet het varken vastkomen. De E van Evelien. Ja, tweemaal. Ik ga nog een kleinker kopen, de O. De O. Nee, dat is geen O. Bart. Probeer ook de 50.000, Bart. Bijna die ook. 3.000. De D van David. De D. Ja. Tweemaal. Moet je draaien. Kom, 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 kom. Ja, 6.000. Goed. De V van Veronique. De V. Nee, geen V. Klaartje. Hoi, dat is bankroet. We zijn terug bij Hannelore beland. Hannelore, voor 6.000. Voor de T van Theo. De T, ja. Eenmaal. Ik ga nog een klinker kopen, de A. De A. 1, 2, 3, 4 en 5. Nog een keer draaien. Je kijkt zo bezorgd, Hannelore. Ik weet, denk dat ik het weet. Ja? Ja. Voor 10.000. Voor de G van Griet. Dan gaan, ik ga het zeggen, Bart. Ja? Dan gaan de lichten aan. Inderdaad, dan gaan de lichten aan.
Ja, de hit van Luc Steno, dat maakt Hannelore dat je voor 201.000 frank hebt gewonnen. Je hebt de volledige winkel gewonnen en jij mag nog gaan kiezen voor 36.600 uit onze volgende winkel. Kies maar uit. Voor 26.000 de wasautomaat en voor 10.000 de doe-het-zelf-pakket. En die 600 neem je mee naar de derde ronde. Mark werkt in de winkel. En wat voor winkel? Licht uit, spot aan op de prijzen. Wie eeuwig jong wil blijven, moet dit cosmetica-pakket van Ristra uitproberen. Voor uw haarverzorging krijgt u deze 8 producten, want uw haar verdient uiteraard het beste uit de natuur. Knor Knor, het roze varkentje in zachte plusje, doet erg leuk aan. En toch, een knorpot als geen ander. De vinnige loopwagen van Smoby zal de speelgoedreus uit Mechelen en Sint-Joriswingen aan uw kapoenen schenken. De Barbie-boeken van Hema krijgt u mee van de speelgoedreus uit Mechelen en Olen. Met de Venturer Klokradio ontwaakt u morgen naast het beste product tegen de beste prijs. Hallo, maak de kampioen in u wakker met deze sportset. Uitstekend geschikt voor sport, fitness en avontuur. Met de Supertech CD-speler komt de beste muziek voortaan uit het beste product tegen de beste prijs. De bedlade in retro-stijl is zeer handig als opbergplaats. Alweer een nuttig cadeau van de meubelzaak uit Belzele. Het bestek ligt al klaar voor dit gezellig Grieks etentje voor 4 personen in Hasselt. Het nachtkastje in retro-stijl is nu wel van u, maar iedereen kan dit vinden in de meubelzaak in Belzele. Tik-tak, ontdek de tijd met deze prachtige dameschronograaf op leder en met alarm. Een prachtcadeau. Ook de door u gekozen matras is van Lattoflex en is geschonken door de unieke meubelzaak in Belzele. De comfortabele Lattoflex lattenbodem dan is uw droomcadeau van diezelfde meubelzaak. Het bureau in retro-stijl wordt uw favoriete werkplaats bij uitstek. De meubelzaak uit Belzele laat u in de toekomst in stijl werken. En die meubelzaak heeft nog wat moois in petto voor de schone slapers. Dit wordt uw comfortabele bed in retro-stijl. Laat maar waaien, laat maar gieten. In zo'n regenjas met uitneembare pelsvoering loopt u mooi door weer en wind, of hoe herfst en winter toch ook mooi kunnen zijn. En uw kleren en vele andere spullen vinden ongetwijfeld hun plaats in deze klerenkast in retro-stijl. De meubelzaak verwendt zo te zien de radkandidaten op en top. Uit de volgende winkel dan krijgt Hannelore voor 10.000 frank doe-het-zelf producten te kopen bij deze doe-het-zelf speciaalzaak. En de zuinige Zanker wasautomaat met anti-schuim en anti-belastsysteem krijgt zij met 3 jaar waarborg er bovenop. De prijzen gaan naar Lore. Ja. Zeg, Hannelore, als jij dat varken dat je daar gekozen hebt, als dat op het toilet nog mee moet, kan je zelf niet meer opdenken. Dat zal Ik denk inderdaad, dat zal er niet meer bij kunnen. Goed, straks spelen we verder de derde ronde en natuurlijk spelen we straks ook nog voor dat prachtig bubbelbad. Aquamas biedt u het plezier met 2 te baden in dit Sarwina Mix Basic massagebad. Dankzij de sensorbediening activeert u makkelijk de stimulerende watermassage of de ontspannende luchtmassage. Of nog beter, de 2 systemen tegelijk. Na het bad worden de leidingen gespoeld met proper water voor een perfecte hygiëne. Heeft iedereen zijn badpak bij? Jawel, heel de zaal het bad in deze korte onderbreking. Tot zo dadelijk. Zo, we zijn er terug zoals beloofd. Eerst een korte tussenstand. Bart heeft nog niks, maar daar gaan we zelfs wat aan doen. Klaartje 68.400 en Hannelore een mooi bedrag 200.400 frank. Dat kan tellen, hè. Dat is dankzij haar varken dat ze vast heeft in haar handen natuurlijk. Bart, je niet laten doen door de dames, je mag zo dadelijk draaien. We hebben een korte puzzel van 7 bordjes klaargezet en we gaan op zoek naar fauna en flora. Bart, jij mag draaien. Kom naar de 25.000. Kom nog één. Ah, net te kort. 8.000, Bart. De N van Nico. De N, ja. Is 8.000. En ja, het is een versnelde ronde. Eens kijken, het ligt daar. Kijk, misschien 100.000 of 50.000. Zou leuk zijn. Ai, de 100.000 rijdt net voorbij. Jammer. De 4.000. Bart. De E. Die krijg je, de E krijg je. Er zijn er 1, 2, 3, 4. We zoeken fauna en flora. 5 seconden. Klaartje? Een klinker of een medeklinker? Een medeklinker. Een T van Tom. Een T. Er is 1 T. Je krijgt 5 seconden. Een geit? Nee, Hannelore. De
Hannelore, zeg. De A. Dus die krijg je, de A? Nee, er is geen A. Bart. De O. Nee, nee. Klaartje? De R. De R. Er is één R, die krijgt 5 seconden. Een hert. Inderdaad, een hert zorgt ervoor. En we maken van die 8.000 10.000, Klaartje. Kies maar uit. Voor 3.900 het elektrisch deken. Ja. Nog 6.100. Voor 2.400 organizer. Ja. Voor 2.000 de spellinggids. Ja, en, dus nog, en de cosmetica pakket kan er nog net bij. Oké. En de prijzen staan al klaar voor Klaartje. Dit zijn ze. Men zal u jonger geven dan u echt bent, dankzij het cosmetica-pakket van Ristra. U krijgt de elektronische nieuwe spellinggids, opgesteld in samenwerking met Vandalen Lexicografie. Met de Sharp Organizer hebt u het beste product tegen de beste prijs in handen. En Klaartje slaapt voortaan op roze met dit multi-beveiligd elektrisch zwakstroomdeken. Is dat klaar en duidelijk, Klaartje? Ja, het is duidelijk. Het is Hannelore die naar de superronde mag, hè, met een mooi bedrag. 200.000 en 400 frank. Proficiat. Bart. Het is jammer, hè. Het was, ja, het zat jou niet mee, het spel vandaag. Nee. Het is jammer voor jou, maar straks krijg je toch nog een troostprijs. Bedankt dat je er was en veel succes in het verdere leven. Dank u. En ook bedankt. Dit is de check voor het resterende bedrag, Klaartje. En voor jullie beiden dit geschenk. De speelgoedreus uit Sint-Joris-Wingen en Genk schenkt hen deze Nathan Hobbydoos. Goed. Hannelore, het gaat goed. Neem dat varken maar mee. Wij gaan naar de superronde. Kom. Zit jouw vriend in de zaal? Ja. Waar zit hij ergens, jouw vriend? Daar, in het oranje. In het oranje. Oké. Okay. Hinder, ja, ja. Hij zal tevreden zijn, hè? Met al de prijzen, ja. En ik denk, 200.000 is eigenlijk genoeg, denk ik, om zondag terug te komen. Ik hoop het. Dus ik hoop het voor jou. Goed, we gaan eens kijken naar dat bubbelbad waar jullie straks misschien in mogen kruipen. Aquamas biedt u het plezier met twee te baden in dit Sarina Mix Basic Massagebad. Dankzij de sensorbediening activeert u makkelijk de stimulerende watermassage of de ontspannende luchtmassage. Of nog beter, de twee systemen tegelijk. Na het bad worden de leidingen gespoeld met proper water voor een perfecte hygiëne. Dit is het bad en u bent de badgast, Hannelore. Hannelore, we hebben één lange puzzel uitgekozen van 11 bordjes. Dat gaat nog. Dus één lang woord. En we zoeken een beroep. Dat is de opgave. Dan graag 5 medeklinkers. De S van Sonja. De S. De T van Theo. De T. De N van Nico. De N. De L van Lima. De L. En de M van mama. En de M. En nu nog een klinker. De E. En de E. 1, 2, 3. Ai, dat is wel weinig op 11. Hè? We zoeken een beroep. 15 seconden. Nee. Het was beroep van Mr. Bean in zijn laatste grote film. Een zaalwachter, ja. Ja, oh. Maar je mag waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk zondag terugkomen. Hannelore, bedankt. En neem jouw varkentje mee aan zondag. Oké, dames en heren, bedankt voor het kijken. Nog een heel gezellige middag en tot morgen middag. Dames en heren, welkom op het dak van Vlaanderen. Al 10 jaar aan het